Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Want ja, daar zijn we nu gewoon weer bij aanbeland. Ja, zeker te weten. Het is vandaag dinsdag, de 25e juni. En het is ook vandaag Juttetjesmarkt. Yay! Ja, weer mijn dag, hè. Ja. Het is, we zien 22 graden en het is, hoe laat leven we, 11 minuten over 12, 12 uur 11, ja ja. En Saskia die komt om 1 uur, dus ja, we gaan er eerst even vandoor met de meisjes en we gaan lekker van het zonnetje genieten. Ik heb mijn nieuwe lange jurk aan, die ik gisteren weer gekocht heb. Voor een prikkie. Ja, goedkoper dan de jurk die ik gisteren eventjes ook heb aangehad. Die blauw-witte die ik voor mijn verjaardag eigenlijk had gekocht, maar waar geen voering is. Zit hier ook niet in, maar deze is minder echt dan dat. Hij schijnt als je hem zo doet wel door, maar als ik hem sta, dan valt het niet op. Ja, en ik heb nou ook een korte legging aan. Hakjes, ook wel bij dat je jurkje is, maar je zag echt alles het dwars er doorheen. En dat wil ik niet. En dat heb je met dit weer niet. Nee. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee. En ook met die lichtgroene niet. En ja, ik weet het weer te matchen. Ook met mijn haar. Qua make-up heb ik zwart. Zit in die jurk. Groen is mijn jurk. En blauw is mijn haar. Nou, voilà. Bovenop blauw. Nou, klaar is het. Ja. Nagellak staat ook niet erbij. Het wordt alweer kaal, de nagellak. Is al beschadigd. Nou ja, boeien. Ik heb ook hier wel spul ervoor. Maar in ieder geval, we gaan lekker met de meisjes lopen. De wandelapp gaat aan en ik ga er lekker even vandoor met ze. En ik moet even mijn neusje snuiten. En dan komt alles wel weer goed. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van dit prachtige weer, want dit hebben we weer in de pocket. Ja, en laat die gasten van Den Haag en Amerika, ja, ga overal tegenin, dat wil ik zeggen. Ga overal tegenin, overal. Tegen die achterlijke idiote wetregels die ze er weer proberen in te voeren. Ga daar tegenin. Ja, niet de normale regels wat je gewend bent. Niet door het rode licht, want daar heb je zelf ook mee. Ja, want als je een ongeluk krijgt, ja, dat moet je niet willen. Ja, en voor die normale regels oké, maar die absurde regels die ze nou willen maken, weg ermee. Ja, maar oké, ik zou zeggen, geniet nogmaals. Want ja, echt, jongens, dit is toch prachtig. Ja, echt. De hele lucht is blauw, maar zodra die chemtrails, ik weet niet hoe ik het uit moet spreken, die gifstrepen, jullie begrijpen me wel. Dat behoort niet, hè? Nee, behoort niet. Dus weg ermee. Ja, het luchtruim op slot. Zo is dat. Maar ik zeg tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, ja, ik heb mijn vest aangetrokken, mouwen omhoog, want ja, we gaan de hort op. En ja, je moet toch ergens je sleutels kwijt en je snoepjes kwijt, de tas gaat om. Maar, kandelof ligt hier ook nog. En die moet ik even achter de deur doen. Ja, want waarom gaan we weg? Ja, waarom gaan we weg? Nou, vandaag, zoals ik vanochtend al zei, of tenminste begin van de middag. Het is dinsdag en de Juttetjesmarkt is er weer. Dus we gaan lekker gezellig de Juttetjesmarkt over. En jullie gaan mee. Ja. Mijn telefoon is ook mee, maar ook neem ik jullie mee. Ja, echt waar. En als ik iets betalen moet, ja, nou ja, dan ga ik weer eventjes dicht. Maar jullie gaan gewoon gezellig met me mee. Gewoon toppie. Het is prachtig mooi weer. En ja, ik. Als ik wel al mijn. Ik. Ja, ik weet even nog niet hoe ik het hebben moet. Wat zit hier allemaal alweer in? Nou, ik heb al meerdere tassen. Kijk, hier zit nog een tasje in. Maar het gaat erom.
dat ik jullie eigenlijk in een andere tas kan gaan doen. Maar dan moet ik ook een weerhaak hebben, zoals ik dat nu. Kijk, die hek hier. Kijk. Want ik heb aan mijn booster, aan het stuurkolom, heb ik een canvas hondenbandje. En op maat van die stuurkolom. En dan kan ik deze aan vasthangen. En dan hangt die tussen mijn benen. Degene die eraan komt, ja, die moet mijn benen aan de kant hebben. Hè? Ja, die moet alles aan de kant hebben. Mij ook. Maar dat krijgen ze niet voor elkaar. Nee. Dus daar gaan jullie in. En die gaat in mijn nek. En ook makkelijk bij mijn portemonnee. Ja, want ik moet toch de eerste stukjes... dat heb ik jullie nog niet nodig. Maar in ieder geval... ik ga eerst eventjes erheen, richting erheen. En dan komt het allemaal goed. Maar dan kan ik ook mijn sleutels en mijn inhalen erin kwijt. Want anders ik heb ik geen rit in mijn buzen. Dus ja, dan gaat mijn sleutels er ook bij in. Dus het komt helemaal goed. Ja, dat gaan we doen, zeg maar. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later! Daar is altijd het mij een beetje te druk. In dat hoekje. Ik rij een beetje te hard. En dan hebben we Lucardi. Daar hebben we de kapper. Henke Meuler heeft zomaar niet zo'n tafeltje buiten staan. Wauw! En ik film rechts en ik stuur links. En dat handigt mij niet. Nee. Dus we stoppen even. Zo, even overpakken. Even het lintje erbij pakken. Zo. Nou, moet het wel willen. Het waait. Zo. En dan gaan we weer verder. Even lachen naar het vogeltje. Gaan we ja, doen. Komt op YouTube te staan. Het is mooi op weer, hè? Ja, leuk. Ik ben een YouTuber. Leuk, leuk. Ene. Ja. Ja. Wil je mijn naam weten? Jazeker. Corine met IE. Corine met IE. En de beestenboel. En de beestenboel. En de beestenboel. Corine en de beestenboel. Ja, en dan met IE, hè, Corine? Ja. Zoek maar op, je vindt me met rood haar. Ja. Helemaal leuk. Oké, okay, doei. Hé, hey, van de week was hij nog open en nu is hij dicht. Krijg een boom. En wat voor een boom zoek je zo maar uit? Ja, de tarsenboel. Ja. En de snackcounter. Ja. Ja, die meneer die vroeg om aandacht, dan kan hij dat krijgen, hè? Ja. Ja.
Dus het komt helemaal goed, helemaal leuk, helemaal geweldig. Hoi schat. Zo hoort me niet. Maar in ieder geval. Ah, is toch te zon. En dan hebben we daar weer een marktkraampje. En de rommelmarkt zal er ook wel wezen. Even wat gasten hier ook. Hoppata. Kijk naar mij. Ik ben net 67 geworden. Ik ben er zelfs een vlogster. Daar is ze weer. Ik ben zelfs een vlogster dit jaar. Ja, ja, ja. Met Koninginnedag hebben we nog een heel gesprek gehad. Ja. Wat ben je nou dan? Hè? Wat ben je nou doen? Nou, dat had ik toen ook, alleen kon je dat niet zien omdat ik zat. Ah, daar kom ik niet meer vanaf van die krukken. Bij die zwart. Je komt wel op YouTube, hè? Dank je wel. Ja, jongen, ik kom altijd op YouTube. En de wakkere personen zoeken. Wat een heerlijk op, weer, hè, vandaag. Oh, ja, maar dat was zondag ook. Toen was ja, het jarig. Maar vandaag is het een heerlijk weer wel. Ja. Ik hoop dat het even aanblijft ook. Maar ik was zondag jarig, dus ja, het was toch prachtig mooi en dan weer. Ben je 67? Ja? 67? Oh, ben ik bijna net zo oud als u? Bijna net zo oud als u? Hoor je hoe die dat zegt? Ja, het is... Jong, hè? Je zit me nou te... Jong. Jong. Ja. 67 lentes jong. Ja, zomers. Zomers. Oh ja, ja, 23 juni, ja, dan is het zomer, ja. Ja, ja. Mijn moeder was ook jarig, dat is ook de 23ste. Oh, gefeliciteerd. Ik was 80 geworden, dus en ik word even deze dagen word ik opa, uren tellen af. Oké, nou, ook daarvoor wordt alvast gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Spannend. Graag gedaan. Ik zit er al 65 jaar op te wachten. 65 jaar? Nou ja, ruim 55, 60 jaar, joh. Ik dacht dan dood geen open meer geworden, maar ze zie je me weer. Het enige wat ik nou heb, ik heb mijn zonnebril af moeten doen, want ik zie anders niks in dat schermpje. Ja, misschien is dat beter. Als ja, je niks zie je mijn ogen weer. Nee. Zie je niet alle mensen heel duidelijk, is misschien ook wel fijn. We gaan even kijken of we een visje kunnen happen ergens. Maar jullie zouden ook bij me komen, geloof ik niet, op bezoek. Ja, we hebben over ze vaak kwijt. Ja. Maar daar komen, dat is wel moeilijk. Ja, dat is lastig. Maar we moeten wel vaker bij elkaar komen, wij wappies. Ik ben geen wappie. Wij zijn geen wappies. Wij zijn snappers. Dat hebben jullie samen aan laten lullen. Ik vind het zo'n stom woord. Daar hebben we geen wappies, joh. Wappies, ja, het is eigenlijk... Dat hebben anderen ons aangepraat. Ja. Ja, hoe wappie ben je dan? Ik zie mezelf niet als een wappie. Nee. Ik ben een snappie. En, een snappie, ja. Als iemand anders zich een wappie wil noemen, helemaal goed hoor. Maar, ik vind wappie meer een soort scheldwoord. Is het ook. Laten we blij zijn dat wij de enigste zijn die het snappen en de anderen niet. Anderen? Nou, dan filmen met vies. Leuk. Maar ja. We houden van grappies. Weet jij mijn wat van mijn Facebook? Mijn naam? Te vinden? Nou, Hupplepup Beestenboel. Ja, ik heb nee, het, geen ik, Beestenboel op nee, dat was op YouTube, hè? Dat heb ik, ja, dat heb ik toen opgezocht, ja. Dus op Facebook is het gewoon mijn voornaam, Corina met IE. En dan mijn achternaam, dat weten we ook, want dat staat er wel bij ook. Want je kan het er ook onder vinden, hè? In dat hele grote verhaal. Van openmaken, dan lees je het hele verhaal. Ik ben Corina Luisterburg. Je bent nou met z'n tweeën, Luisterburg. Ja, maar ik moet helemaal niks, hè? De jong. Ik ga, doe ook niks. Doe je ook niks? Ik heb 4000 vrienden, ik vind het wel even goed. Maar dus je hoeft ook niet bevriend te zijn, maar we kennen wel. Maar volgens mij ben ik wel je vriendje. Ben je mijn vriendje? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik verplaats mijn systeem.
Mensen die al zo wakker zijn, wat moet ik daar nou mee? Mensen die dan een beetje op de knip zitten van wakker worden of niet wakker worden, daar ga ik liever mee. Ja. Want dan heb ik een 4000 mensen die wakker zijn, wat moet ik ze dan nog vertellen? Als ze wakker zijn, Alf, heb ik jou niks meer te vertellen. Alf, hè? Ja, dan heb ik jou niks te vertellen. Jawel, tuurlijk wel. Want er steeds meer informatie die je misschien dan weer niet weet. Maar dat weet ik allemaal lang over de tijd dat die informatie komen. Ja. Het is één grote kleren. Want op TikTok ook, want er is ook iemand nou... Er is een stem, kan vragen. Nee, maar dan kan je vragen. En anders een bel. Je kan een bel nemen van klok. Oh god, kleren, wat een ding. Hey, ik heb al gehoorbeschadiging, hè. Dat had mijn man ook, die had ook zo'n ding op zijn rolstoel. Ja, maar deze Gie staat erachter, staat er zo te doen. Zo van, ga ze aan de kant en denk ik, ja, dan kan je het vragen ook. Ja. In plaats van zo te doen. Wij gaan even over de markt heen. Ja, daar was ik ook mee bezig. Schat. Fijne dag. Nou, knuffel. We zien elkaar alweer. Tot de volgende keer. Is goed, schat. Ah, je weet me in ieder geval te vinden, nou. Ja, je kan altijd een messenger schrijven. Ja, we komen je wel weer tegen. Een messenger kan altijd. Even een leuk babbeltje. Je hoeft het niet overal tijd over die troep te hebben. Nee. Ja, de film is al gedraaid. Dus ja, daarom. Nou, ik zie jullie wel weer. Is goed. Oké. Okay. Doei, doei. Kijk, weet je wat ook lachen is? Ja, nou ophouden. De net. Bij die snackbar, de snackcounter, daar zit een man op het terras en die begon te vlaaien. Ja, wil jij contact? Krijg je contact? Hij vraagt om aandacht, dus ik draai welke mijn camera. Welke snackcounter? De Chinese patatboer. Ja, ja, maar die troep allemaal uit de vriezer komt er niet tevreden. Hij maakt ook zelf patat, hè? Ach, ze maken maar niks zelf. Ja, eigen gemaakte patat. Ja? Heb je het ook zelf geplant? Ja, welke ik niet goed vind, dat is aan de overkant, Avanti. Die vind ik niet goed. Zeg mij ook niet. Maar ja, wie ben ik? Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben echt een patatfreak. Ik kom uit Hilversum vandaan. Ik wist elke patatcorner wist ik te vinden. Ja. En de enige goede patat is die Bries. Ja? Het is niet echt mijn vriend, maar ik moet je zeggen, Ries heeft echt de beste patat. Die heeft farmfriet en dan niet ingevroren, maar gefriesdroogd. Oh ja. Mooie grote patatten. Ja. Ja. En vroeger was er nog wel eentje hier in Den Helder die dat had, maar die heeft een gegeven moment zijn bedrijf gekocht. Ik vind hem beter dan Avanti en diegene die op Cape Holland zit. Oh, hoe heet die ook weer? Daar halen wij wel eens vis. En dat is goed hoor. Die Cape Holland, die vis is echt Willemsoort, topkwaliteit. Je hebt een lekker bekken. Je hebt heel een lekker bekken. Ja, want hij vind ik ook niet goed hoor. Ja. Hij zit ook vaak in oude vissen. Ja, we kunnen het nog net betalen, een zak patat. Einde van dit jaar kost het misschien een tientje in zak. Ja, wie weet. Ja, omdat ze de akkers vol laten lopen, de boel laten verrotten. Ja. Allemaal in het systeem zitten. Ja, daarom. Ja. Maar ja, het zonnetje schijnt even. Dus we mogen wel blij zijn, maar ook eens wat met de zon aan de hand. Die is groter dan dat we vroeger dat wij klein waren, was die zon kleiner ook. Als je nou kan kijken, niet iedereen kan het. Ik heb als kind zijn, dan heb ik dat niet beleefd en ook niet gezien en dat doe ik ook niet. Nee. Maar oké, lieverd. Nou, dan kan ik wel ergens een keer wat te vreten kunnen dragen. Is goed, man. Doei. Doei. Ja. Mooie plantjes. Hoi schat. Ja, je staat erop. Nee, niet echt. Dus nee hoor, ik ga morgen gewoon weer naar de gemeente. Dankjewel. Dus daar heb ik een slot. Mooie blommetjes. Ja. Ik moet even hijsen, mensen. Ja, ik moet even hijsen. Last van afzakkerig weer. En dan weet je het wel weer.
Oh, ik had last van afzakkerig weer en dan weet je het wel weer. Ik vind deze kraam niet lekker staan hier, hè. Vlak langs de stoep, je kunt er bijna niet door. Oh, ik heb het al gezien. Dankjewel. En wel afval van de ananas. En dan goed sturen en dan die kant op. Wallik idee. Hoppa. En nog een keer hoppa. En nog een keer hoppa. Nou, kleding. Ja, en dan moeten we weer u sturen. En dan is het, ja, even uitkijken achter me langs. Hoppa. Mooie kleding, mooie bloesjes. En daar is een oude vriend van mij. Al is hij nog wel veel malen jonger dan mij. Maar dat maakt niet uit. Daar is hij weer. Jazeker. Ja, ja. Daar is hij weer. Hoi man. Hoi hoi. Hoi. Dus nee, hele mooie kraam. Dankjewel. Hoi. Hey. En hoe is het voor jou? Goed. We waren er weer. Ja, zeker. En dan ben ik er ook weer, hè. Dan ben je. Mooi man. Zeker, goed zo. Leuk om te zien. Leuk om te zien. Ja, tuurlijk. Ja, mooi man. Mooi, hè. Eindelijk weer. Ja, zeker. En wat wil je nog meer? De zon weer. Is ook weer. Ja, en daar zeker. Ben ik blij mee. Ja, absoluut. Ja, echt. Ik zie je ook later nog weer. Wat zei u? Ik zeg, ik zie jou ook wel later weer. Ja, zeker. Ja, televisie. Het is een NOS toch? Nee, Nederland 1, dat is... Nee, geen Nederland 1, daar wil ik niks mee te maken hebben. Oh, nou, dan doen we Nederland dat 1 niet. Nee. Doen we Nederland 2, nee. Dat is WEF, hè? Oh jee. Ja, en daar heb ik niks mee. Met het hele WEF niet. Ja, nee. Ik weet het niet. Nee. Ja, mij wel. Wat was er nieuws? Ja, het... Maar je bent al even alles aan het filmen? Ik ben alles aan het filmen, ja. Kijk, heel goed. Tuurlijk. Komt er weer even op, hè? Zeker. Dus, nou, ik zie jullie wel weer. Doeg, doeg. Ja. Gewoon doen, hè. Nee, ik neem denk ik andere week eens even die blauwe nieuwe broek mee. Die ik gisteren gekocht heb. Om daar toch nog even een bloesje erbij te kopen. Of wat dan ook. Ja. Echt waar. Dat is trouwens ook een leuk jurkje voor op een broek of een legging. Ja. En een schoenenwinkel. En dat moet ik niet, dat lust ik niet. Het is mij allemaal vies te zoet. Knuffeltasjes voor de kinderen. Hoedjes en knuffeltjes en andere dingetjes. Ja. En daar was mijn vriendin weer die ik altijd tegenkwam in de kroonpassage. Ze staat daar ook te sneupen. Ja. Hè? Ja, dan kom je bij Buk. Ga je even bij Buk komen. Oh, nee, ik zeg, kom op.
Leuk, hè? Het is allemaal van hout, weet ik. Ja, van dat hele dunne hout. Het is zo wat een kledingzaak geworden. Het was voorheen alleen nog maar schoenen en een heel klein beetje kleding, maar ik heb er ooit mijn laarsjes gekocht. Ja, ken je dat? Oh, die lege dingen, gaat de dag in. Er is al genoeg oorlog, waarom moet dat ook verkocht worden als speelgoed? Dat begrijp ik niet. Oh, we hebben hier ook een sieraden. Oh, moet ik ook eens een keertje sneupen. Daar ben ik op tegen, die speelgoed daar. Er is al genoeg oorlog en toch even goed ook die troep verkopen. Mijn kinderen kregen dat nooit. Nee, waren wij op tegen. Troep kwam gewoon niet in huis. Ah, collega! Collega! Nou, vind je het wel lekker, maar het is niet te betalen. Als je dat nou zegt. Oh, daar had ik ook die. Hè? Waar moet je dan bij wezen? Bij dat zootje in Den Haag. Die aanklagen. Twee, drie keer. Hoi. Ik ben mooie jurken. Maar niks voor mij. Ik hoef dat nou niet. Nee. Ik wil andere dingetjes vinden en zoeken. 200 meter. Die auto wordt even warm hoor, dat is een hele lopende taal. Ja, dat was je nergens aan boven. Ik zie kunst. Schilderijtjes. Nou, dan kan ik Mary ook vragen. Ik Ik ben een vlogster. Komt op YouTube. Oh ja. Dus ik ben een YouTubester, vlogster, ja, het is maar hoe je het noemen wilt. Webcam. Nou nee, geen webcam. Oké. Tasjes, boel. Kan je horen dat jij drank komt? Het is hier koud. Broer, ik ben nou blij dat ik mijn vest aan heb. Het waait hier. Als een raket. Broer. Dat is niet leuk hoor. Nee. Die meneer die ken ik, maar waarvan weet ik niet. Ik ken die meneer, maar waarvan weet ik niet meer. Hondje lopen, dus een krachie. Oh! Rondje lopen met grachie met de hond. Ja, nou weet ik het weer. Dit is trouwens op is op en hier kom ik ook vaak. Ja. Althans, dat heet vaak gewoon. Ja, nou wel, nou dat Big Bazaar er niet meer is. Kom ik daar vaak. Oh, dat gaat het niet worden. Ja, we gaan. Halleluja. Dan er maar achterlangs. Ik dorst daar de stoep niet af. Hallo. Hoi. Hoe is het? Arme. Zo is dat bij mij ook. En leuk. Daarom. Nou, fijne middag verder. Nou ken ik er. Dit is de DIA, daar doe ik ook heel veel dingen. Ja, daar komt ook mijn zandlamp vandaan. Appa! Heb
kan alleen naar Nederland. Hoppa! Hey schat! Hey, hey! Hey, hey, Chino, nou over de vierde keer. Ja, oh god, oh god. Nou, ja, je was druk aan het kwikken en je was druk aan jurken aan het kijken. Oh, dat nog, ja. Ik ga nou naar huis. Ga je nou naar huis? Ja, ik heb het zat. Geen zin meer. Ik heb nou blauw. Ja, is leuk. Leuk, hè? Heel mooi. Zit heel mooi trouwens. Ja, waar ga je altijd heen? De Golden Scissors, als ik het goed uitspreek. Oh, die, ja. Dat is mijn vaste kapper. Ik maak daar reclame. Ja. Ik vind het heel mooi hoor. Ja, ja echt. Het is grijs en dat. Ja, heel mooi. Het is eigenlijk wit, maar ik weet niet wat ze met die verf hebben gedaan. Leuk hoor. Ik denk er een kleurtje doorheen, want het moest gewoon blauw wezen. Ja. Maar ze hebben er nog iets doorheen gedaan. Ik weet niet. Maar ik vind het wel leuk. Ja. Ja, echt mooi. Want ik ben zelf wit, zeggen ze. Ja, ik zou ook wel wit zijn. Daar ben ik niet bang voor. Nee. Dus, ga je alles filmen? Ik ben vlogster, hè. Oh jee, oké. Okay. Dus toch? Ja, dan film ik. Heb je toch wat te doen? Daarom? Ja, je hebt gelijk. Het is wel veel werk, hoor. Want je moet ook de vlog, overdag... Film je kleine beetjes. Ja, ja. Dat moet je wel weer allemaal in elkaar zetten met een programma. En dat moet je dan een leuke switch ertussen, dat het een leuke overgang krijgt. Van het ene filmpje naar het andere. Ja, ja. En dan moet je het inplannen op YouTube. Ja. Nou. Maar het is, het is leuk. Ik vind het heerlijk om dat te doen. Had je van de straat. Hè? Nee, juist op. Op de straat. Eigenlijk is het beter dat je de straat opgaat. Ja, dat is, Hè? Want, dat klopt, ja. Maar met dat slechte weer, wat moeten we buiten? Er gaat niemand naar buiten. En, met de kou, ze weten. Heel slecht. Mijn volgers weten dat ik last van artrose heb. Ja. En dat ik kan gaan verkrampen in die kou, nou dan ga ik niet naar buiten. Dat weten ze wel, en dan is het met de dieren en... nee, dat moet je niet doen. Dat moet je niet opzoeken. Nee, daarom. Nee, is toch mooi zo? En dat moet verboden worden. Ja, dat vind ik ook. Enge dingen. Ze zijn vreselijk. Die verkeerde kut. Maar ook jeugd erop, wat niet mag. Ja, want in Den Haag worden ze gepakt, hè? Ja? Ja. Oh, nee. Zijn mijn dochter tenminste. Ja, je hoort ze niet aan en ik schrik bij de kut pleurs op die dingen. Echt. En even bellen of tortioneren of wat dan ook, is er niet bij. Ja. Dus, maar ik ga nog even weer verder over de markt. Hey, succes. Dankjewel. Is goed, schat. Doei, doei. We kennen de Keizerstraat inkomen, zeggen ze. Dus dan proberen we dat ook wel. Ja, dat vind ik wel. Daarom was ik ook geen zin om daarheen te gaan. Ja, wij zijn niet de enige hoor. We wachten even af tot ik er door kan. Gelukkig. Kan ik er door? Zo te zien wel, en anders wacht nou de andere kant maar. Ik dank u wel. Dan kom ik hier ook op. Ja, nu wel, ja. Op YouTube, mijn naam is Corinne met IE en de Beestenboel. Hij weet het, ik ken hem niet eens. Weet je dat? Ze weten het allemaal, maar ik weet het niet. En dat is ook een kapper, maar daar kom ik niet. Dit is Blokka, daar kom ik, wanneer ik iets nodig heb en dat ik weet dat we hun nog hebben, dan kom ik. Maar voor de rest, moppa. Het is niet mijn soort winkel. Nee. Dik zingers, daar kom ik ook wel mee. Een kinderkledingwinkeltje. Een hoop herrie, weinig lol. Kan ook wel wat zachter, denk ik dan. Dat hebben we niet nodig. Ik heb genoeg. Ja, allemaal. Hier kom ik wel, zo nu dan.
hier, als ik exclusief iets nodig heb, echt wat exclusief is, aan beeldjes of wat dan ook. Dan ga ik al eens wat gekocht voor mijn mannetje. Sieraden. Ik zie sieraden. Nee, vorige week is mijn haar geplaatst. Ik zie hem al later. Ja. Het komt goed. Ja, het komt goed. Dus je eerst van, oh, waar ben ik aan begonnen? Ja, precies. Later denk ik van, oh, ja, het is toch goed. Het is 6 in je bed, hè, want die mannetjes komen. Ja. En dan ben je dus 6 in je bed. Je zit op 7 uur te wassen en gestreken. Ja, dan denk ik, ja. Komt er niemand? Oh, oh niet. Wordt ietsje later, mevrouw. We komen vandaag niet. We komen over 2 dagen. Oh, ja. Ja. Ook zo fijn. Ook zo fijn. Ja, ook zo fijn. Leuk. Volwassen muziek, maar die kreeg Robin van Zee. Niet veel volwassen muziek. Ik denk dat de buik erop staat. En dan nog. Ik ben buiten. En u wordt sowieso gefilmd. Er staan camera's, hè? Ja, die kram. Zo dan. Rij maar lekker door. Ik stop wanneer ik stoppen wil. Zo ook nog eens een keer. Mij niet filmen. Ik moet lachen. Er staan genoeg camera's hoor. Dit is ook een leuke winkel. Taco. Taco. Ja. Taco. Ook al een kapsalon. Jeetje, hoeveel kapsalons krijgen we hier? Neo-sotisch of zoiets. Lees ik dat goed? Kapsalon neo-sotisch. Reclame voor je, hè? Reclame voor je maken. Ik ben een YouTubester. Hallo. Ik maak reclame voor je. Oh, dankjewel. Ik ben een YouTubester. Oh, nice. Ja, dat is een appartement. En hier wordt een kapsalon. Ja, en de zoveel stal. Ja. De kapsalons die reizen de grond uit. Ja, oh, nice. Dus. Ja, maar ja, oké. Fijne dag. Dank je, hetzelfde. Ja, ze reizen de grond uit. Weer een kapsalon. Jo. Sportwinkel. Met sportschoenen. Kledingwinkeltjes. Van alles en nog wat. Maar ik heb nog niet een blouse gezien voor bij die broek. Die blauwe met dat wit. Nee. En toen heb ik nog jurk ook. Dan kijk ik al aan als dat ik eigenlijk niet ik constateer en ik zeg gewoon maar. Diezelfde als. Hier ook een kapper. Dus ja, hoe dan? Nou, en hier komen we dan altijd, hè? Ja, hier komen we altijd binnen. La Scala Donna. Ja. La Scala Donna. Nou, kom op. Kom op. Je bent al een keer op geweest, dus kom op. Ja, echt waar. Hallo allemaal. Je ziet er weer mooi uit. Nou, kom maar. Show, hè.
dames. En heren. Nee, geen heren, alleen dames. Ja, ook heren, want een heer kan het kopen voor zijn vrouw, hè? Oké, dat is waar. Ja. Dus ja, dat dus. En dat is mijn lieftallige vriendin. Waar ik heel veel van hou. Ook dat nog. Lief. Dus ja. Ziet jij een mooi huis, schat? Dank je. Echte zomer. Ja, ik heb vanwege mijn tarp moet ik er vast staan, want anders heb ik motorarmen. Heel leuk hoor. Ja. Mooi. Nee, ik ben even rond je markt en ik kreeg er net van een man te horen mij niet filmen hoor. Nou, ik zeg, de buik staat er alleen nog op, want ik reed te dicht langs hem heen. Oh. Hij zegt, rij maar mooi verder. Oh ja? Ik zeg, pardon, ik zeg, ga. Ik stop wanneer ik stoppen wil, sowieso. Ja. En ik mag filmen, ik ben buiten. Ten tweede, kijk eens om je heen, we staan allemaal op verschillende hoeken, units, met van die hele grote camera's, zodat de overheid mee kan kijken. Je wordt al gefilmd. Zwaaien hier. Hangen overal camera's. Bij jou geloof ik nog niet. Nee, daar toch? Ja, daar zal ook wel een camera in zitten. Voor doen dat. Ja, maar bij Avanti, als je dat gebouw voorbij loopt, dan heeft dat kleine stukje gras. Waar ook wel eens auto's staan. Ja. Vlak tegen het gebouw aan. Ja. Daar staat een grote, dikke groene paal. Dikker dan een lantaarnpaal. Ja. Daarboven, daar zit een hele grote bol, dat is een camera. Echt waar? Heb ik op de hoek daar ook. Aan het einde staat er ook een. Ik geloof aan de kant van Blokker. Okay. Dus, ja. En welk gebouw heeft geen camera? Overal. Ik heb ook camera's, maar dat is voor mijzelf. Dat er niet wordt vernield en niet wordt ingebroken. Dat is waar. Ja, maar gewoon mijn huis beschermen. Maar mijn dingen beschermen. Dus, maar oké, lieve schat. Ik ga er weer verder. Toelala. Oké, liever. Kus. Doei. Is goed, schat. Ja. Hans Anders, die heeft de deuren dicht. Hoe doen ze dat? Vanwege de warmte. Doen ze helemaal goed. Komen we hem weer tegen? Mijn collega, kom hem weer tegen. Hij zoekt het filmen. Ja, voor de lokale omroep. Den Helder. Ja. Echt waar. Optie. Ja. Op YouTube, hè? Oh, komen we erop? Ja. Dank je. Ja. En dan gaan we een terrasje pikken. Dus ik ga jullie uitdoen, jullie weten waar. Ja, bij Avanti. Nee, niet Avanti, de eetsalon. De Sekanter. Ja, daar ga ik eventjes zitten. Helemaal geweldig. Bij een vaste stekking. Dus tot later. Ja, jullie zien een lekker bakje koffie staan. Daar staat er nog één. Dus waar zijn we weer aanbeland? Ja, jullie zien het al. Ja, maar ze is buiten om de parasol omhoog te doen. Of te fluiten, ja, het is maar net hoe ik bedoel, noem maar wel. En dat is onze Marianne. Ja. Touwtje erom. Hé, hey, kereltje. Miauw. Miauw. Mauw. Sylvester. Hoi kerel.
Kereltje. Kereltje. Hi Marianne. Hallo, hier ben ik weer. Zo, even koffie, hè? Een lekker bakkie, hè? Gaan we doen. Ja. En hoe zwerde het een beetje dan enkeltje zere knie? Ja, gaat goed. Zo'n tuintje, alles doet goed, hè? Goed zo, koffie. En het weer is goed, ja, het weer nog wat wil je nog meer? Ja. Genieten. Ja, en eindelijk een blauwe lucht zonder die vergiftrepen. Ja, hoe doen ze dat? Ah, weet je, het is gewoon lekker weer. Ja, daarom. En daar doen we het voor. Mogen niet klagen. Nee. Toch? Oh, dat is mijn vlaggetje. Ik denk, wat zie ik nou in jouw kast? Maar dat, de zon schijnt op mijn vlaggetje. En dat weer kaatst weer in jouw kast. Ik zie het niet via de camera, maar wel zo. Ja. Wel grappig. Ja. Maar in ieder geval. We doen even een bakkie. Wij doen een bakkie en we gaan even genieten. En even klasjebessen zonder jullie. Ja, lieve vrienden, jullie weten dat ik weg ben geweest na de markt. Ja, ja. En ja, ik had gisteren bij Action die blauwe met witte streepjes, ruitjes, dingetjes, weet ik veel, figuurtjes gekocht had. Maar ja, dan moet ik wel een mooi shirtje erbij hebben. Dan heb ik er eentje gekocht. Past die niet? Kijk hem andere week of die week erop ruilen. En dat is dit shirtje geworden. Nou, helemaal toppie toch? Ja. Was maar 10 euro. Nou ja, wie doet je wat? Ja? Nou, allebei een veetje, dus op de rug ook. Enkel, ik zal morgen ook even naar de Vibra geloof ik moeten. Want ik heb geen witte meer. Nee, ik heb enkel mijn zwart. En ja, ik heb wel één witte met bloemetjes, maar die bloemetjes schijnen dan ook weer door. Ja, dat kan ik niet hebben natuurlijk. Dus ik moet even een nieuwe BH voor mezelf halen. Maar ja, die krijgen jullie niet te zien, want dat is weer, dat is toch gewoon ondergoed. Dat is gewoon een basic geval. Blijf liggen daar. En ik heb, waar ik die zandlamp heb gekocht, van die zandsteen. Dat is de DA-winkel. En daar kom ik heel graag. En ik heb daar wat moois gekocht. Dat zit hier in een zakje. En ik heb nog wat moois gekocht. Dat zit in een doosje. Maar ik zal dat even wat in dat zakje zit eruit halen. En hup, even het zakje aan de kant. En dan hoop ik dat ik dat kan laten zien. Dat is een paarse steen. Ik weet het niet of dat zo wil allemaal. Die is paars, lila. Ja, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Wat voor kleur jij wil, paars of lila. Het lag in een mandje met paarse stenen. En ik vond het schuurtje een klein beetje. Ja, het is een driehoek, maar ja. Ik dacht eerst dat het een hartje was, maar het was geen hartje. Maar dit is een soort met driehoekje. Die steen heeft een naam. Als ik er ook mee in mijn linkerhand ga zitten te spelen, voel ik opeens mijn linkerbeen heel zachtjes tintelen. Het begint nou al. Dus hou ik hem in mijn rechterhand, gaat mijn rechterbeen op een gegeven moment zachtjes tintelen. Maar ik mocht er twee uitzoeken, want het was dan goedkoper. En dat is deze steen. Ja, blauw, 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 blauw. Allemaal blauw. Hij viel gewoon op. Stenen die je opvalt, moet je nemen. Net als deze steen. Die kleur viel mij ook op. Nou ja, daar ben ik er ook wel gek op, die kleuren. Maar dat moet je ook aanspreken. Nou, die stenen, die... Ja, het doet me wat. Daar gaan mijn benen van tintelen. En hier word je... meer rust over mij heen. Ik weet niet, maar het zal. Gaan we een stukje verder. Hop. Het zit nog in de plastic verpakking. Koppenhol. Maar ik zal hem zo laten zien. Dus daar gaan we ook mee aan de gang. De orakelkaarten. Wie weet, krijg ik het ook allemaal voor elkaar.
Ik heb al eerder een hele grote doos gehad. Met toeters en bellen, alles erin, erop, eraan, stenen, alles zat erin. Kaarten, uitleg, cursus. Ja, en nou ga ik het op een andere manier proberen. Ook hoor ik van onze liefdallige Marianne dat die het ook heeft. Ja, dat was denk ik de kinderen van hierachter. Want die zijn aan het voetballen en ja, hoe en wat, ik weet het niet. Ik moet even wat pakken om dat te openen. Want... It will niet. Nee. Ik pak even de brief openen en die steken we er eventjes tussen. Als dat wil. Ja, dat wil wel. Nou, dan weten ze dat je minder verliezen bent, dat je wat markeert. En dan toch belletje trekken. Waarom? Ja, ik begrijp dat niet. Ik ben altijd lief en aardig. Ik zeg altijd hallo lieverd, et cetera. Maar ja, kind eigen denk. Enkel, ja, ik heb vroeger wel belletje getrokken, maar dat was op een bepaalde dag. En dat deden we het allemaal. En ook met conserveblikken aan een touwtje achter je fiets aan. En dat was met luilakken. En dan mocht het. Maar voor de rest, ik kan me niet herinneren dat ik verder door het jaar heen iets gedaan heb wat niet door de beugel kan. Een boekje. Magische wegwijzers. Moet ik wel kunnen lezen. Maar dat komt wel goed, beetje bij beetje. Even dat weggooien. Dan zit ik maar mee te harnissen. Dat ook weggooien. Hoppa. En dan de kaarten. Ja, gooi ik dat papiertje er maar af. Dat vind ik onnodig. Mooie kaarten. Pottenverzamelaarster. Ja, dan moet je ook nog weten wat het betekent, hè? Ja. Oké, oh jee. Beste ontvanger, koper van de magische wegwijzers. Dank voor uw interesse in het spel. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze nieuwste uitgaven en speciale aanbiedingen? Stuur ons dan een e-mail. Ons e-mailadres is dat en dat en dat en dat en dat. Ja, en mooie kaarten trouwens. De aanmoediging. Dus dit is gewoon een nepkaart, laat me zeggen, die dat is gewoon, ja, voor degene die het koopt. Echt mooie kaarten. Oh, dit is de achterkant, jongens. Dit is de achterkant. Het zijn 54 kaarten. Het is allemaal Nederlands, dit. Kon ook wel andere krijgen. En dan moet je ze kunnen schudden. Kan je dat? Jeetje Maria. Kanonnen. Dan kan je ze beter op tafel uitspreiden en door elkaar rutselen. Dan dit. Dat bedoel ik. Hola. Die valt er al uit. Twee stuks. Lijkt Ilona wel. Maar ik ben niet... We gaan nu eens even kijken. Ik heb er twee. Ja. Tovenaar van bewustzijn. Dat is een mooie. Bewustzijn net wat er nu allemaal gebeurt. Ik zal mijn bril weer even opdoen. Zo. Ik kan beter lezen zonder bril dan met. Ja, bewustzijn, bewust worden. Bewust met hetgeen wat er op de wereld gebeurt. En blijf dicht bij jezelf. Ja, dat is een mooie. Goh, haak er nog eentje. Denkwijze. Ja, en sta stil bij je eigen gedachten. Denk na met wat jou verteld wordt. Denk na
dat je de juiste dingen gelooft en niet de verkeerde. Denk daarover na, maar blijf ook wel weer bij jezelf. Hele mooie kaart. Ja. Nou, dit moet ik dus verder echt ook leren. En ja, het was nou eventjes een beetje gewoon, omdat ik het ook nog leren moet en dat komt allemaal wel goed. En ja, nou heb ik ze goed. Dan moet die weer daarover, die tekst. En ja, ik moet dat boekje zien door te nemen. Maar dat komt ook wel goed. Dat hulsje ik weg. Dat hoeft er niet meer om. Dat vind ik een beetje overdreven. Waarom wil die kaarten nou niet? Zo. Hup, 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 hup. Barbatruc. Hup, hup, hup. Zo. Ik ben er in ieder geval zelf wel blij mee. Je moet ook wel met die prijs wat het heeft gekost. Oh, ik heb het al weggegooid. En dan die stenen, hè, zelf. Ja, ik ben er echt heel, heel gelukkig mee. Ik heb het vroeger ooit gehad, dus ja. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ik ben natuurlijk ook met een shirtje blij. Ik moet denken van ja, ik moet nodig een nieuwe witte BH. Maar dat komt ook goed, dat komt morgen. Morgen weer een dag. Ja, toch? En morgen is het ook weer mooi weer, wordt er beloofd. Dus we zien het wel, we zullen het wel beleven. Maar kan het niet een beetje snel? Want het leven duurt maar even. Ja, toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En geniet gewoon ook van het prachtige mooie weer. En laat je niks wijs maken door wat op de televisie wordt gezegd. Ik zit nou naar een oude film te kijken van vroeger. Tenminste, vroeger het heet. Het is al kleur. Met Doc. Hoe heet die zwevende auto heb. Gewoon leuk. Ja, als dat misschien ooit in de toekomst ook zal gebeuren, dat je met de auto kan vliegen, ik weet het niet. We zenen het wel, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is de hoogste tijd om weer naar bedje toe te gaan. Ja, want het is al 2:34 en zo te zien 19 graden. Ik zit toch met de deur open. De meiden die zijn in en uit geweest. Ze liggen nou op de bank lekker te slapen. Maar we gaan zo wel naar boven toe, hè. Ze zijn zo lief. Liggen ze zo heerlijk. Hé? Met meisjes. Ja. Maar oké, okay. Allemaal wel. Ik vergeet terug te zoomen. En dan zoom ik verder in, die kant op. Ze zijn zo geweldig lief. Ja, dat ik wou dat, ja. Het bestaat niet, maar het eeuwige leven hebben. Hè? Ja, maar dat kan helaas niet. Maar ik zal vanaf nu zeggen, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard allemaal gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het allemaal. God die houdt over ons de wacht. En daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.